Goedemorgen, Hans. Hey, goedemorgen. Een beetje goed weekend gehad? Ja, met Verstappen was het een goed weekend. Eerder in de week al Ludo Goretz Ajax 1-4. We staan in ieder geval met anderhalf been in de groepsfase Europa League. Ja, dat, als ze dat nog weggeven, dan... Ik had die ploeg wel beter verwacht. Maar ik moet zeggen, Ajax was op zijn curve, stond goed. En mijn vriendje Berghuis stond in het midden. Dat scheelt wel een slok op een morgen om het spel te verdelen. Daar vroeg je al een paar weken om. Ja, en je ziet het, wat ervarenheid op het middenveld. En het gaat een beetje beter lopen ook, meteen. De Kudus is weg. Hoe erg gaat Ajax Kudus missen? Nou, ik vind het met Kudus een grillige speler. Een goede voetballer. Is bij Ajax goed gerijpt. Laten we het zo zeggen, want dat brengt dus eigenlijk 35 miljoen meer op. En dat we betaald hebben, dat is natuurlijk goed zaken doen. Maar ja, ik zie dus Berghuis gewoon weer op rechts gaan. En dat vind ik een prettig gezicht. Ik bedoel, we hebben gewoon een goede voetballer voor een goede voetballer, denk ik. Ik kan niet zeggen dat Berghuis minder is dan Kudus. Nou is de transfermarkt nog een dag of 5 open. Wat zeg jij? Moet Ajax het gewoon nu met deze selectie gaan doen? Of heb je bepaalde posities waar je denkt, daar kunnen we nog wel wat versterking gebruiken? Nou ja, ik weet niet. We hebben een paar backs gekocht. Ik heb die jongens nog niet zien voetballen. Dus als die beter zijn dan dat we nu hebben. Want ik zag een Rens weer verdedigen op 5 meter van een tegenstander. Hij moet godverdomme op zijn hielen zitten, man. Aanleunen. Lijmen en slijmen heet dat. Ja. Gewoon lekker je aanvallen intimideren. En blijf er maar gewoon bij. Dan heb je je taak voldaan. En als je de bal hebt, lekker inleveren. Maar niet als een gek weer onnodig naar voren gaan. Dat doet hij vaak verkeerd. Hij heeft niet de timing zoals een Wim Suurbier had, laat ik het zo maar zeggen. Dus terugkomend op die vraag, hebben we nog ergens aankopen nodig? Zeg jij misschien toch wel die backpositie? Ja, maar dat zeg ik. Die aankopen hebben ze gedaan in de verdediging. Ja. Dus dat moeten we nog zien in de toekomst, wat het gaat brengen. Ja. Ik heb die jongens niet zien voetballen. Het schijnen dus goede voetballers, maar dat zegt een aankoper altijd, hè, dat het goed is. Hè. Ik zeg ook wel eens, ik heb een mooie handel gekocht en puntje bepaald, verkoop je er geen ene kut van. Dus dan het schiet ook niet op natuurlijk. Nou, ik wilde net zeggen, jij staat hier op de Albert Kuip. Heb je nog buitenkantjes op de markt gezien voor Ajax? Ja, nou, op de markt niet of buitenkantjes. Er loopt genoeg vrouwelijk schoon rond, maar dat is voor de jongens wel prettig. Maar echt buitenkantjes, nee. Nou, staan er deze week 2 wedstrijden op het programma. De return tegen Ludo Goretz en daarna Fortuna Sittard uit. Hoe zit het met vertrouwen? Nou, het vertrouwen is er natuurlijk bij mij dat we deze 2 wedstrijden wel gaan winnen. Nou, dat is ook fijn om te horen. Vorige keer zei je steeds nip te zijn. Ja, maar Fortuna Sittard speelt ook wel leuk voetbal. Ik heb ze toch leuk zien voetballen. Maken goede goals, hè? Het weekend ook, hè, ja. Jongens. Hè? Ja. En dat is de nieuwe trainer. Die hadden ze bij Groningen nooit weg moeten doen. Want het is wel een jongetje met karakter. Buis, ja. En die laat die elftal er toch goed spelen. Want Groningen is gedegradeerd omdat ze geen goede trainer hadden. Dan ga ik hem je toch weer even vragen. Een voorspellingje. Fortuna Sittard Ajax. 1-3. 1-3. Tot volgende week, Hans. Ja, oké. Okay.